zijn een van de mooie wedstrijden van de Jupiler League. NAC, team bijna eredivisiewaardig, maar we hebben al laten zien dat we van ze kunnen winnen. In de voorbereiding hebben we 1-0 gewonnen, dus het zal een benieuwen morgen. Klopt, je hebt open dag was dat, je? Ja, zeker. Scoorde al vroeg 1-0. En voor de rest stond de verdediging eigenlijk heel erg goed. Bijna geen kans weggegeven, dus biedt hoop voor morgen. Hetzelfde recept als tijdens de open dag, denk ik, dan voor jullie. Ja. In ieder geval, het heeft goed gewerkt toen, dus ja. Goed, als je naar de stand kijkt en als mensen een totoformulier invullen, dan zullen ze waarschijnlijk toch eerder naar NAC neigen dan naar RKC. Ja, dat is natuurlijk altijd. We zijn veel wedstrijden de underdog, maar misschien is dat alleen maar fijn tegen NAC. Dus, ja, was nou iets even van eredivisiewaardige selectie. Wat vind je nou echt het sterkste gedeelte van de ploeg van NAC? Ja, ik denk dat ze over het geheel een heel sterk selectie hebben, maar de voorhoede die springt er denk ik wel uit met Seuntjes, Ars en Verbeek. Zouden zomaar mee in de Eredivisie kunnen draaien, dus daar moeten we goed voor opletten, maar dat is een mooie uitdaging voor morgen. Ja, je krijgt het druk waarschijnlijk hè, morgenavond. Ja, ik hoop dat ik me eigenlijk kan onderscheiden, dus daar sta ik voor en het zijn een mooie wedstrijden voor een keeper. Ja, een beetje je visitekaartje afgeven voor de mensen die je nog niet kent. Dat soort wedstrijden daar wel voor geschikt. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb nu 12 wedstrijden gespeeld. De eerste echt thuis met echte topper, zeg maar. Derby, NAC, dus voor mij is het ook een nieuw. Maar hebben zin in. Ja, en punten zijn nodig, want jullie waren één van die laatste plekken af. Maar afgelopen weekend, het is weer dezelfde ellende als daarvoor. Ja, helaas wel. Nu hebben we NAC en maandag hebben we Os. Dus van Os moeten we sowieso zien te winnen. En NAC zal moeilijk worden, maar niks uit te sloten. Is er nou nog een doel wat jullie dit jaar nastreven? Of is het al heel goed als jullie, noem eens wat, 16e, 17e worden? Nee, we hebben niet echt een doel van tevoren afgesproken om een bepaalde plek te halen. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. Tot nu toe is het niet zo goed gegaan, maar ik heb hoop voor het tweede seizoen zelf, dus het komt goed. Ik sluit af met een voorspelling. Wordt het dan weer 1-0 tussen RKC en NAC? Ja, ik zeg 1-0. Ja. Ik hou de 0 hopelijk en ik hoop dat we de vorige eentje kunnen scoren, dan ben ik zeer tevreden.